Goedemiddag, mijn naam is Aart, vandaag in begrip omgekeerd evenredigheid. Bijvoorbeeld als rechthoek, neem als voorbeeld, rechthoek is een oppervlakte van 60 vierkante meter, dan rechthoek is altijd, de basis maal de hoogte, dit is de basis maal de hoogte. Als een x de basis kies en y de hoogte, dan kan ik een duidelijk maken met x en y. Als x bijvoorbeeld 1 is, is y 60, want 60 maal 1 is de hoogte, x 2 dan 30, ja, als x 3 is de basis en de hoogte 10, dan is dat enzovoort. Ja. Je merkt dus, ja, dat hier het product altijd 60 is. Maar omgekeerd evenredig is de eigenschap dat uw x maal y altijd een constante waarde is. 1 maal 1 is 60, 2 maal 3 is 30, 3 maal 20 is 60 enzovoort. Dat is dus omgekeerd evenredig. Onthoud, als je bijvoorbeeld hier 30 had, had je daar 5. Ja? Als je daar 40 heb je hier, 60 in en voor. Het product moet altijd 60 zijn. Nu, omgekeerd evenredig getekend, krijg je dat zo. 1,60, 2,30 krijg je een mooi daanrecht. Dit is een hyperbool. Onthoud, dus omgekeerd evenredig zijn hyperbolen. En betekent het product van x en y met een constante waarde zijn 60, hier gedefinieerd als 60. Terwijl je krijgt een opdracht die je 900 euro oplevert. Hoeveel krijg je dan per uur? Je werkt dan ook een aantal uren, we gaan de opbrengst per uur berekenen. X, maar y is hier 900. Ja? Als je x het aantal uur voorstelt en y de prijs per uur, ja, de loon per uur, als je 1 uur zou werken, ja, als je dus x 1 uur is, ja, dan verdien je per uur 900 euro. Ja, als je 2 uur zou werken, dan verdien je 450 euro. Als je 3 uur zou werken, zou je 30 uur werken, zou je 30 euro verdienen per uur. Ja, als je bijvoorbeeld 10 uur zou werken, zou je 90 euro per uur verdienen. Als je dus x maal y is een vaste waarde 900, betekent omgekeerd evenredig. Volgend voorbeeld, 7 arbeiders schilderen een muur in 4 uur. In de voortijd kunnen 5 arbeiders dan doen. Wel hier, 7 maal 4 is 28. In totaal zijn hier 28 manuren voor nodig, werkuren voor nodig. 7 arbeiders werken 4 uur, dat betekent 28 manuren. Dus x maal y is 28. Dus als we x het aantal arbeiders voorstellen, en y het aantal uren dat een arbeider werkt, per arbeider, dan is x maal y. Ja, als x bijvoorbeeld 7 was, was uw y 4. Als uw x 4 zou geweest zijn, dat is samen 28. Ja. Als uw x, ja, bijvoorbeeld 5 zou zijn, moet je hier 28 door 5 doen. Dan vind je 28 door 5 is 5, is 5,6. Ja. Waarom? Het product moet 28 zijn. Hier ook kun je een andere waarde. Als je hier 12 rekent, moet je doen 28 gedeeld door 12. Dan krijg je 2,33 heb je 2,33 uur nodig als je 12 mensen hebt. Ja? Dus dit is gewoon omgekeerd evenredig. Product is 28. Ja? Hier x maal y is 28. Als je krijgt 6 uur werken, ja, hoeveel arbeid heb je dan nodig? Moet je 28, dus hier in eigen 6, moet je 28 gedeeld door 6 doen. 28 gedeeld door 6 is 5, 4,66.